Toch nog een les de Mert in het klein. Tijdens de les te Mert in Druten zijn scholen en kinderdagverblijven traditiegetrouw gesloten. Maar kinderdagverblijf Dadou is vandaag extra geopend. Eigenaresse Christine Klarenbeek vertelt wat de les te Mert voor haar betekent en wat ze nu dus mist. Met name mis ik de gezelligheid hè, en, de, en de sociale contacten die er, die er altijd normaal gesproken zijn. Kijk, normaal sta je s morgens om een uur of zes op, dan ga je naar de, 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 de beestjes kijken, zoals dat heet. En, en even lekker struinen en dan ga je genieten van de boerenmuziek. En dan onderweg dan zijn we meestal al heel snel de mannen kwijt, want die gaan dan bij Lamers naar binnen of bij Jultje naar binnen. En, uh, nou, maar wij, ja, wij, hè, daar zijn we dames voor. Wij, wij struinen dan nog. En dan uh, kopen we altijd. Vroeger kocht ik altijd uh, voor wijlen, mijn vader, een pet. Uh, en voor mijn uh, moeder een, uh, een vest. Op de Lestermarkt. En ik kocht altijd uh, lakens. Gewoon over de markt struinen. Hè, dat is niet zo eventjes. Dat is gewoon, ja, een aantal uren. Want uh, je komt allemaal bekenden tegen. En of ze nu uh, in Groningen wonen of in Limburg wonen. Of of uit Maaswalen komen, maar je komt ze allemaal tegen. Dus het is buurten, 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 buurten. Nou, en dan ga je natuurlijk uh, uh, de zoeten inval. Wie binnenkomt, komt binnen. En daar mis je nu echt allemaal dat, die, dat ze binnenkomen vallen. En uh, lekker aan de keukentafel. We hebben een hele grote keukentafel. En uh, ja, daar uh, zijn. Daarom gunt zij de kinderen van haar kinderdagverblijf ook deze ervaringen. En het leicester gevoel met alles erop en eraan. Normaliter zijn wij dus echt altijd dicht. Want dan, ja, weet je, je wil allemaal naar de Leicester-Mert. Alle Leidsters willen ook naar de leicester Ik ook. Ons gezin ook. Dus dan zijn we echt al twintig jaar zijn we dicht. Echter nu eh, niet. Nu zijn we open. Maar dan hebben we natuurlijk een alternatief bedacht. Want we zouden niet eh, 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 iets bedenken. We willen gewoon de gevoel echt laten eh, voelen aan de kinderen. Nou, dat is gelukt. Want we hebben hier eh, een ezel en kalfjes en, en geitjes en, en biggetjes En alles in huis. Eh, nou ja, in huis, eh, buiten in de buitenspeeltuin. We hebben echt een boerderij hier nu.